Daan, welkom bij VVV. Dankjewel. Ben je blij om hier te zijn? Zeker, heel blij. Ik blijf met geel en zwart spelen en het wordt heel vertrouwd. Hier ook in het stadion. Een paar keer geweest al, dus ik hoop mezelf goed te laten zien. Waarom wil je graag naar VVV komen? Ik heb goede verhalen gehoord van vrienden die hier spelen. Ik ken jongens uit onder 21 goed. Of in ieder geval één jongen en specifiek. Die heeft veel dingen over de club verteld. Ik ben hier ook een paar keer geweest. Goede sfeer altijd in het stadion. En ik denk een hele goede club en een goed systeem om mezelf te laten zien. Ik hoop veel de club te helpen en het team te helpen. En mooie momenten te beleven. Wat voor speler ben je? Ik ben een aanvallende middenvelder. Dynamisch. Loop veel meters. Ik ben een teamspeler, kan doelpunten en assists leveren. Goede passing. En ik denk dat wel een beetje. Je komt van Vitesse. Waarom is dit voor jou het moment om voor een huurperiode te kiezen? Nou, ik ben 20 en ik heb de afgelopen twee seizoenen in de selectie gespeeld. En mijn ervaring in de Eredivisie en Europees opgedaan. Maar ik moest het vooral doen met invalbeurten. Ik hoop dan met deze stap eigenlijk 30 wedstrijden te spelen op een goed niveau. En elke wedstrijd en denk ik ook een beetje plezier hebben krijgen in het voetbal weer terug. Natuurlijk, elke keer niet spelen is niet goed voor je mentale gesteldheid. Dus op een gegeven moment, ik was dat een beetje zat. Nu hoop ik elke wedstrijd te spelen. En ik ga mijn uiterste best doen om mezelf te laten zien. En natuurlijk moet je jezelf altijd bewijzen. Dus dat ga ik proberen te doen. Je zegt al, ook al veel ervaring in de Eredivisie, Europees zelfs. Is het dan niet moeilijk om die knop om te zetten en nu dan een niveautje lager te gaan spelen? Ik denk dat ik een hele gedisciplineerde speler ben. En ik denk dat ik dit is inderdaad een uitdaging voor me. Maar ik denk dat ik dit heel goed kan. Het is natuurlijk even wennen, wat je al zei, op een niveautje lager. Op de training... ben je misschien nu de man die wat vaker de bal krijgt dan alleen maar erbij lopen, eigenlijk kort gezegd. Het wordt even wennen voor me, maar ik denk dat het juist voor mij heel erg goed is om te zien hoe het anders kan. En daar ook mijn ervaring op te doen. Dat. Die Europese ervaring is iets wat veel jongens hier nog niet hebben. Wat neem jij mee vanuit die Europese ervaring na VVV? Ik denk dat je daar tegen jongens speelt die allemaal of interlands of hele grote wedstrijden hebben gevoetbald. Daar leer ik weer van. En uiteindelijk in bijvoorbeeld bepaalde rust aan de bal, juiste moment voor de man komen. Allemaal hele kleine details die heb ik geleerd daar op dat niveau. En die probeer ik inderdaad op de training te laten zien, waardoor jongens daar ook weer van kunnen leren. Maar ik ben pas jong, dus ja. Ik hoop natuurlijk ook die jongens wat bij te brengen en dat ze wat kunnen leren. En ik van hun, dat is denk ik ook heel belangrijk. Je hebt zelfs al gescoord Europees. Ja. Ben je een beetje een doelpuntenmaker? In de jeugd heb ik veel gescoord en veel assists gegeven. En ik heb in de voorbereiding, toen ik met het eerste mee mocht, in de voorbereiding 4 assists, 4 goals gemaakt. Toen kwam ik er zomaar bij in het eerste. Ik ben het voor mijn gevoel nu een half seizoen verleerd, maar ik denk dat het hier echt terug gaat komen. Dus dat gevoel heb ik echt. Is dat ook een specifiek doel dan, om hier dat rendement omhoog te krijgen? Dat is wel een specifiek doel voor me. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk, wat ik heb gemerkt is dat als je een goal maakt, dat het daarna gaat lopen. Helaas werd ik er toen uitgehaald in die tijd, waar ik heel erg van baalde. Maar goed, dat is gebeurd. En ik hoop dat ik hier snel mijn eerste kan maken en dat het dan gaat lopen. En dat ik het vertrouwen krijg en door kan ontwikkelen. En dat is wat ik heel erg hoop. De eerste wedstrijd staat al direct voor de deur. Ja. Jong Utrecht, hier in de Koel. Ben je klaar voor een eventueel debuut? Ik ben zeker klaar voor een eventueel debuut. Ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in om hier aan de bak te gaan.